jongens, hier bent Dennis, ik ben Renske en vandaag hebben we episode 37 van Facecam Vrijdag. En vandaag is het op de map Hijacked en het is vandaag gewoon Team Deathmatch. En de reden dat ik vandaag Team Deathmatch doe, is omdat ik heel eerlijk gezegd helemaal geen zin heb om Call of Duty te spelen. En ik heb beloofd in mijn vorige video dat ik vandaag 3 video's uploaden. Dacht van ja, oké, het is Facecam Vrijdag, dat moet op vrijdag. Dus oké, ik ga ook gewoon even Team Deathmatch doen, dat is lekker kort en dan heb ik toch voor jullie een derde video. Dus hopelijk gaat het een beetje. Want ik heb er helemaal geen vertrouwen in. En dan hebben we al onze eerste Light Machine Gun Target Finder. Faggot. Oké. Oké. Ik denk dat we daar ook hier heel veel doodgaan als we hier blijven. Ik pak even een shotgun erbij. Ik hoop dat die kerel daar een keer weer naar beneden springt. What? Even serieus. Call of Duty. Oh, daar zijn we team best. Heb je hem dood? Ah, hij is dood. Dat was een rennen. Ik zou 2 keer toch vol raken, maar ik ga hier naar boven. Want als je hier beneden mensen killt, dan weet je bijna zeker dat ze aan de andere kant bij die ladder gaan zitten campen. Dat zou jij zelf ook doen, waarschijnlijk. In ieder geval, die kans is groot. Dus ga ik niet riskeren. Oh, die vent kreeg hitmark mij. Die was naar weg. Je ziet verder rest misschien ook wel dat ik lage streak speel. En dat is gewoon zoals ik net al zei. Ik heb er geen zin in. Ik verwacht niet dat ik goed ga spelen. Ik word geowned door overpowered pistooltje in the history of Call of Duty. De kap 40. Oh, dat meen je niet. Waarom beginnen mensen ook überhaupt met zulke dingen te spelen? En, oh, check dit. Echt, dan ben je toch gewoon een campkind en dan moet je toch gewoon publiekelijk onthoofd worden. Als je zulke dingen daar neerlegt en onderin een gat gaat liggen campen. Hopelijk kan ik iemand zien hier. Nee, niemand om snipen. Snel oversteken. Daar was er wel eentje in de vette. Ik moet even laden, want ik heb niet heel veel kogels. Laten we die maar gewoon lopen eventjes, want die boven zit er één te campen. Hopelijk niet met te veel camp shit. Zat eraan te komen, want ik zag het net op de minimap. En de meeste blijven die mensen daar wel zitten. Oh, ik kan niet wachten om zo snel dood te hebben. Het probleem bij Team Deathmatch is dat die spawns continu blijven roteren. En dan staan ze ineens weer allemaal achter je. Hoeveel kogels eet jij? Moet je kijken hoeveel kogels deze mensen eten. Met het silence wapen. Dat meen je niet. En we staan ook achter, dus mijn team is zo'n goed werk. Ze staan 1 om 5 en 0 om 6. Really? Oké, het lijkt dus op dat mijn teammates me enorm hard naaien. Dat was te verwachten, daarom moet je ook geen Team Deathmatch doen natuurlijk. Dus dat is een beetje mijn eigen straf voor het kiezen van Team Deathmatch. Fuck jou. Jij bent niet zo snel met snipers, jongen. Ik weet niet of die kerel heel snel is. Ik verwacht van wel. Ik ga heel even wachten. Er komt Hunter Killer aan, Hunter Killer aan. Hoppakee, weg met Hunter Killers. Zullen even wachten. Eentje op de trap. Nee, wel. Let's go, andere kant, andere trap, deze kant. Waarschijnlijk wel, want hier spawnen ze nou. Ik wacht heel eventjes, want ik kan mijn team eens niet vertrouwen. Het is nou eigenlijk 1 tegen 6. Let's go. Kom alsjeblieft naar de trap. Ik sta boven aan de trap. Oké, gaan we heel snel hier naartoe rennen. Want die trap, daar zie ik ook niet gebeuren. Daar zie ik zo snel ook niet meer. Ik ben volgens mij met eentje in dit gebouw. Oké. Ik weet niet, een keer hem achterna rennen. Er stond er een achter mij. Ik hoorde hem schieten. 100% zeker dat er iemand achter mij zat. Heel even wachten. Dat was jij, hè? Motherfucker. Oké, dan moet ik heel snel. Ik moet snel weg hier, maar dat regenerate duurt te lang. Hoppakee, die hebben we ook. We zitten minstens op een paar streaks. We staan nog steeds achter met ons team. Maar ik wil even dat die counter weer weggaat. Oh, hij is niet dood. Oh, mijn aim is ook helemaal off. Hè. Dat is echt niet normaal. Hopelijk kan ik hier. Dat was ook niet echt perfect geplaatst, maar oké. Het kan ermee door. Ik heb mijn streak, fuck hem. Waar kom jij vandaan? Hij liep achter mij aan, lol. We gaan nou deze even iets beter plaatsen waarschijnlijk. Het eerste wat die kerel deed, zag je dat? Zag je dat? Een shock charge en een... Ah, oh, er zit er een in mijn rug. Ja, hé, wat kan? Ik spawnde hier. Ik spawnde daar. In ieder geval een shock charge en een... weet ik veel wat hij daarna nog... God, weer! De laatste keer had ik dat volgens mij ook al. Met de, in ieder geval de laatste keer dat ik met de ding speel. Dat ik vergeet de boost. Ik weet niet welke knop het is. Dat vergeet ik steeds. Nou, we gaan eventjes volgende Dragonfire even inkallen. Hopelijk dat die ding wel kills maakt. Meestal wordt hij heel snel uit de lucht geschoten. Ik hoop het niet, maar ik ben er bang voor. Andere enemies hebben ook een hunter killen. Dit ding wordt altijd zo snel uit de lucht geschoten. Waarom ontploft dat niet als dat ding neerkomt? Echt zo'n dikke explosie. En zo, die wou volgens mij een free kill op mij. Gaat hem niet gelukken.
Oh, dat was een close call. Ik had niet verwacht, ze moet heel snel reageren. En die was die mis? Ik had het idee dat hij raakte. We staan dus met z'n drieën sowieso in mijn spawn te aimen. En ik heb teammates die allemaal volgens mij geliefd zijn. Die vonden de ergste. De rest is ook erg, ze zijn allemaal negatief. Nee, één staat positief. Eén iemand staat positief. Ja, wat verwacht je nou dat ik team met mensen ga winnen? Deze ging nog best goed op afstand. Ik weet niet of die kill hier staat aimen. Ik hoop het niet. Goed zo. Oh, ik had wel verwacht dat ik het wel hebben. Hem heb ik wel. Even wachten. Health generate. Come on. Hunter killers. Dat is eigenlijk reden. Ik weet niet of die kill mij ook gezien heeft. Dat zien we wel. Hij moet hem niet komen challengen. Dat is niet slim van hem. Oké, deze kill. Waarom gaan ze nou net allemaal doen? Nou gaan we ineens mijn team met schieten als ik achteraan loop. Die mensen die ze gewoon kunnen killen, doen ze niet. Let's go. We hebben weer bijna onze streakjes. Dat is wel een beetje de bedoeling, hè, want we moeten terugkomen. De enige manier om terug te komen is voor mij denk ik om een streak te halen. Nee, niet dat ik daar heel veel kills mee maak, dat is eigenlijk gewoon bullshit. Hoppakee, we hebben in ieder geval een hellstorm. We gaan even die hellstorm inkallen. Alsjeblieft zeg dat ik ze allemaal heb. Op zijn minst. Oh, die. Wat? Ik kan er maar één. Nee, ik kan er maar eentje. No, teammates. Ik sta een check al mijn teammates negatief staan. Dit is waarom ik dus niet van mijn teammates hou. Ik heb een 5-0 KD. Ik deed mijn best. Ik heb er helemaal geen zin in, maar ik doe toch nog mijn best. En mijn teammates, ja. Helaas. Ik heb bijna de helft van alle kills. Ze hebben er 61, dus net iets meer. In ieder geval, ik hoop dat je de video leuk vond. Het is waarschijnlijk niet spectaculair. Het is Team Deathmatch, het is ook niet zo lang. Maar ik heb gewoon mijn best gedaan om voor jullie toch nog even een video te maken. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat het een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.